We've all seen this movie. We know how it ends. Do you think the Taliban will keep any agreement? Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom weer terug bij Frodo Reageert, waarin ik weer reageer op een heel leuk filmpje. Zoals jullie misschien weten, heb ik meer dan 3 afleveringen geleden gereageerd op de trailer van Homeland seizoen 8. Ondertussen hoopte ik hem al helemaal gezien te hebben, maar helaas heeft Netflix de rechten daarvan nog niet kunnen bemachtigen. En dat zou tot in 2021 kunnen duren. Dus daarom ga ik nog 1 keer even reageren op een trailertje van Homeland seizoen 8. Omdat het gewoon zo'n ontzettend toffe serie is waar ik echt naar uitzie. Dus let's start immediately. I lost 7 months of my life. Tell me I don't get a shot at some payback. Official trailer starts now. Peace may actually be possible. We've all seen this movie. We know how it ends. Do you think the Taliban will keep any agreement? We are this close to oblivion. I need Carrie in Kabul for a week or two. When? Right away. If you're up for it, that is. Hell yes. Ik ben ook fan van deze muziek. Die zag ik. Kabul isn't the place you knew before. It's 10 times more dangerous. We picked up an intercept. That's ahead of the Taliban. We have a deal then. We have a deal. You have a traitor in your camp. Have you ever conspired with a foreign intelligence officer? I did not. How can you be so sure? If there's 180 days of your life you don't remember. Where were you tonight, Carrie? I lost 7 months of my life. Tell me I don't get a shot at some payback. Get out of our country. Leave us alone. You were off the grid for more than 90 minutes. Enough time to make a phone call. To my Russian handler? You tell him exactly what he wants to hear. I believe you. No one else will. Yes, het was niet mijn allereerste reactie, maar nog steeds elke keer als ik hem zie, krijg ik wel een beetje een soort van kippenvel, omdat ik weet hoe tof de serie is. En ze proberen eigenlijk elk seizoen weer beter te maken. En dat is ontzettend leuk. En daarom ben ik echt ontzettend fan van deze serie. I lost 7 months of my life. Tell me I don't get a shot at some payback. Oké, voordat de officiële trailer begint, zie je het stukje dat zij zegt, I lost 7 months of my life, don't tell me I get a shot of payback. En daarmee bedoelt ze dat ze 7 maanden in hechtenis is geweest in een Russische cel. Dat zag je aan het eind van seizoen 7. En nu verdenkt iedereen daarvan dat ze daaruit is gekomen door samen te werken met de Russen. Peace may actually be possible. En in dit seizoen wordt het de taak van Amerika om vrede te sluiten met de Taliban, een moslim-extremistenbeweging. En daarvoor zetten ze de CIA in. Maar de baas van de CIA, die nu zegt peace may actually be possible, die vindt dat die Carrie nodig heeft om mee te gaan in die missie. We've all seen this movie. We know how it ends. En de zin, we have all seen this movie, we know how it ends. Dat zegt vrij weinig, dus dat vind ik wel heel interessant. Al is het wel een ontzettend goede titel voor deze YouTube video. We hebben allemaal deze film gezien. Iedereen weet hoe hij eindigt. Ja, goede titel. Do you think the Taliban will keep any agreement? Deze edit is fantastisch. Je ziet eerst, hoor je, denk je dat de Taliban zich aan enige afspraak luisteren gaat. En dan zie je meteen die man met die rocket launcher zo van boom. We are this close to
to oblivion. En dan hoor je iemand zeggen, we were this close to oblivion. En oblivion, dat is vergetelheid. Dat is een woord wat jullie waarschijnlijk niet zoveel zegt. Achteloosheid, verzuim. Een beetje, we waren zo dichtbij het moment dat we niet meer echt de CIA waren, denk ik. Iets in die richting. En dan, na die enorme ontploffing, zie je meteen Carrie weer. Die in een soort revalidatiecentrum zit. Om af te kicken van wat er allemaal met haar gebeurd is in Rusland. Maar een beetje, hoe erg ze haar best ook doet, de CIA komt nooit uit haar leven. Dus zo merk je ook in dit seizoen dat langzaam de CIA alweer in haar leven komt. I need Carrie in Kabul for a week or two. When? Right away. If you're up for it, that is. En dat merk je nu al. Namelijk dat Carrie weer nodig is in het Midden-Oosten voor die vredesonderhandelingen. Hell yes. En Carrie besluit natuurlijk dat ze niks liever wil dan opnieuw deel uitmaken van de CIA. When the night begins to... Kabul isn't the place you knew before. It's 10 times more dangerous. En dan hoor je weer iemand zeggen, Kabul is not the place you know before, it's 10 times more dangerous. Omdat zij eerder gestationeerd is geweest in Kabul. Kabul is een plek in het Midden-Oosten, de hoofdstad van Libanon. Volgens mij is dat helemaal niet zo, laat maar, ik zoek het heel even op. Kabul is de hoofdstad van Afghanistan, dat wist ik natuurlijk. En Kabul is natuurlijk in het Midden-Oosten, dus heel gevaarlijk. En de Taliban heeft daar het meest volgers in Afghanistan. Dus dan weet je dat ook meteen. Picked up an intercept. That's the head of the Taliban. En dan spreken ze dus af met het hoofd van de Taliban, Haqqani, die in seizoen 4 een heel deel van de CIA heeft afgeslacht. Dus een beetje raar dat ze daar een deal mee sluiten. Ik ben heel benieuwd naar dit seizoen. Ik ben gewoon zo hyped. Dat hebben jullie allemaal wel door. We have a deal then. We have a deal. You have a traitor in your camp. En dan zie je dat Sol, de hoofdpersoon, wordt ontvoerd. En dan vertelt Haqqani hem als een soort samenwerking van dat er een verrader in dat kamp is. En ze proberen ons in de trailer te laten denken dat Carrie die verrader is. Have you ever conspired with a foreign intelligence officer? I did not. Dus dan wordt ze ondervraagd. Heb je ooit samengewerkt met een buitenlandse intelligence officer? En zij is dus 7 maanden lang in Rusland geweest. En ze denken allemaal dat ze heeft samengewerkt met een van de personen in Rusland. How can you be so sure? If there's 180 days of your life you don't remember. Die 180 dagen speelt ook een belangrijk deel in deze trailer. Eerst hoor je al dat ze zegt, I lost 7 months of my life. 7 maanden is natuurlijk 180 dagen. Dus je voelt al dat daar een beetje een soort nadruk op gelegd wordt. Where were you tonight, Carrie? En dan hoor je alweer die vraag, waar was je vannacht? Niemand vertrouwt haar, behalve dus de belangrijkste man die haar heeft gevraagd. I lost 7 months of my life. Tell me I don't get a shot at some payback. Get out of our country. Leave us alone. En dan merk je ook dat er mensen in Afghanistan minder tevreden zijn met de inbreng van de CIA. En dan zie je een paar scènes met dat er wordt ingebroken in een deur, dat er geschoten wordt en al dat soort dingen. You were off the grid for more than 90 minutes. Enough time to make a phone call. En dan eigenlijk de derde aanwijzing dat zij iemand zou zijn die niet meer in het team woont. Want dan zegt ze, 90 minuten lang konden we niks van je vinden. Je had iemand kunnen bellen. To my Russian handler? You tell him exactly what he wants to hear. En zij heeft dus nog een soort van contact met de Russische mensen die haar destijds hebben vastgehouden. Alleen dat zijn natuurlijk geen handlangers, want die hebben haar vastgehouden. Tenminste, dat moeten we denken aan eind seizoen 7, denk ik. En Sol wil dat zij hen dus verraadt, die mensen die ze haar hebben vastgehouden. Ingewikkeld verhaal. Ik ben echt benieuwd naar het seizoen. En dan die question everything. Altijd in een serie ga je
houden van het hoofdpersoon. Tenminste, bij de meesten. En uiteindelijk willen ze dus ook dat je als kijker de vraag stelt of de hoofdpersoon wel degene is van wie je moet willen houden. I believe you. No one else will. En dan hoor je I believe you, no one else will do. En dan is de trailer voorbij. Ik ben nog steeds heel benieuwd naar het seizoen. Ik hou jullie op de hoogte van wanneer ik hem gezien heb. Ik ben super benieuwd. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Frodo Reageert. Tot ziens, tot later, bijna augustus.